Dus misschien is het mooi om, om nog met een bekrachtiging af te sluiten. Ja. Ik heb het gevoel op dit moment dat het aansluitend op waar we het nu ook vanavond natuurlijk over hebben, hier ook in de zaal, om de crowd power, om de bekrachtiging, ook dit keer in beide velden in beweging te zetten. Om eens te ervaren wat gebeurt er. Lijkt me wel een interessante ervaring om ook voor de mensen thuis ook om te kijken van wat gebeurt er. Dus we hoeven niet te kiezen voor goed of kwaad. Alles is kracht. Maar gewoon eens te gaan beseffen dat als we met de aandacht naar onszelf gaan, dat we dus het besluit kunnen nemen zelf vanuit welk veld wij beweging brengen. En laat het nou zo zijn dat dit prachtige mooie lichaam wat we allemaal hebben, of je nou in een rolstoel zit of dat je, het maakt niet uit, we hebben allemaal een mooi lichaam, laat het nou zo zijn dat dat lichaam ook er is om via dat lichaam invloed te krijgen met je scheppingsveld in die artificiële werkelijkheid. Dus ik wil iedereen uitnodigen, ook thuis, om, en dan mag je je ogen weer bedicht doen als je het prettig vindt. En je doet het vanuit eigen kracht, er komt niets van buitenaf. Je gaat met je bewustzijn naar je eigen lichaam toe. En juist door met je bewustzijn in jezelf aanwezig te zijn, ben je schoon en vrij in je zuivere zijn. Om in dit moment, bij een rustige en diepe inademing, besef te hebben dat alles wat er buiten jou is, dat dat een product is, een resultaat is van een neurologische interpretatie. Dus alles wat je buiten jezelf ziet, hoort en voelt, ontstaat doordat je brein dat in elkaar zet. Het komt van binnenuit. Dus je gaat ook met de aandacht in deze crowd power, en die gaat echt puur om onszelf, deze crowd power, dat het met elkaar te doen in ruimte en tijd, of het live is of je ziet het later terug, maakt niks uit. Je gaat met de aandacht naar binnen toe in je hoofd. Dus je gaat naar binnen toe. Je gaat met je aandacht achter je ogen en je voelt in je hoofd, voel je aanwezig jouw computersysteem, jouw biologische brein. En met je aandacht in dit moment, in je hoofd, besef je dat jij in het systeem aanwezig bent, met je bewustzijn, in het systeem aanwezig bent waar alles wordt gevormd en waar alles een betekenis krijgt. En dat dat gebeurt op basis van wat het brein daaraan mee doet. En het brein dat werkt op basis van instructies van woorden. Dat is de taal van de artificiële werkelijkheid. Dus je gaat nu met je aandacht, je focus, en je blijft in je hoofd, in je lichaam aanwezig, ga je helemaal naar binnen toe in je hoofd opnieuw en je gaat met je aandacht naar beneden uit je hoofd, door je keel. En je gaat met je aandacht naar je hart. En of dat nou lukt om door je keel naar beneden te gaan, of dat je vanuit je hoofd verschuift in je lichaam naar je hart, of dat je beseft dat je met je aandacht bij je hart zit, dat maakt helemaal niks uit. En terwijl jij op dit moment met je aandacht in je hart bent, besef je ogenblikkelijk dat deze omgeving een hele andere omgeving is. Je ervaart warmte, kleur, je ervaart liefde. Je ervaart zelfs in dat hart dat er aan de achterkant van je hart een deurtje is. En je durft het deurtje gewoon open te zetten. Ploep. En door het openen van dat deurtje ontdek je dat de werkelijkheid die geprojecteerd wordt door onze hersenen buiten ons, dat die werkelijkheid er ook is achter dat hart en dat dat niet het artificiële universum is, dat dat het universum is waar alle welwillende, liefdevolle, scheppende wezens multidimensionaal aanwezig zijn. En doordat je dat deurtje openzet, besef je ineens dat er altijd contact is. Of dat deurtje nou open of dicht staat, doet er niet toe. Die verbinding is er. Je gaat dus heel diep van binnen voelen welk beeld jij voor jezelf nu wilt inladen, wat je met kracht in je systeem aanwezig wilt laten zijn. Dat mag iets zijn in je dagelijks leven. Het dient in ieder geval te maken te hebben met jezelf. Het kan een fysieke
lichamelijke dus, lichamelijke situatie zijn, een psychische situatie zijn, emotioneel. Het kan ook een financiële situatie zijn, wat te maken heeft met jou. Voel maar eens in. Welk beeld komt er nu naar boven waar jij verandering in wilt zien? En bij de eerste ademhaling in naar binnen, besef je dat het beeld wat in je hart zit, dat dat via het deurtje naar achter vertrekt. En bij de uitademing zie je het, voel je het op jouw manier uit je systeem vertrekken. Dus de oude situatie vervloeit in het scheppingsveld, terug naar bron. Besef dat je met aandacht en bewustzijn, met jouw kracht, met jouw voorstellingsvermogen, een situatie wat er niet hoeft te zijn, zojuist hebt ontslagen vanuit je hartskracht. Op basis van beelden, op basis van gevoelens. En bij de eerste diepe inademing ontstaat de situatie wat daarvoor in de plaats komt. Adem maar rustig en diep in. En in je hart ontstaat het beeld en het gevoel wat hiervoor in de plaats komt. En daar is het. En in dit moment besef je dat dat beeld en gevoel niet alleen in je hart aanwezig is, maar dat het in je complete lichamelijke scheppingsveld, wat dwars door je fysieke lichaam heen loopt, dat het overal aanwezig is. Dus vanaf je kruin, door je rug naar je voeten, voel je dat die nieuwe creatie er is. En zo is het. Je blijft met de aandacht bij je hart. Je voelt het programma, je voelt de creatie, je ziet het beeld. Je gaat met je bewustzijn vanuit je hart, trek je dit mee omhoog, door je keel helemaal naar boven, in je hoofd. En je zit er met aandacht en intentie in het midden van je hoofd. Terwijl je in het midden van je hoofd bent, neem je waar dat dit beeld en het gevoel, wat net uit het hart naar boven is gehaald, in het midden van je brein aanwezig is. En met woorden geven wij de galactic command, de galactische opdracht, het besluit vanuit jezelf. Hierbij geef ik opdracht aan mijzelf om dit nieuwe beeld, dit nieuwe gevoel, naast de scheppende energieën, ook via mijn mind, met de krachten van mijn mind, te installeren in elke cel van mijn fysieke hersenen. En dat ik dit ook installeer in elke cel van mijn fysieke lichaam. Van boven naar beneden en van binnen naar buiten. En dat dit programma, deze nieuwe situatie die in de mind gezien wordt als een programma, op dit moment via de pijnappelklier, via het centrum van ons hoofd, als een programma rondom wordt uitgezonden. En in het moment dat dat gebeurt, besef je dat je hart precies hetzelfde doet. Voel de creatie vanuit je hart en vanuit je hoofd uitzenden. Multidimensionaal. En dit veld is nu op dit moment in het hele scheppingsveld en in het artificiële veld waar we nu zijn fysiek aanwezig. En we zitten nu rechtstreeks met ons bewustzijn gekoppeld, bewust, tussen het scheppingsveld en het artificiële veld. Je gaat met de aandacht uit je hoofd, blijf met de aandacht wel bij je lichaam. Je voelt alles neutraliseren
en integreren, het is klaar. Dan doe je lekker je ogen weer open. Dus dat is een crowd power die gericht is op onszelf, maar vooral een initiatie is en een oefening is om dus weer terug te durven stappen in het besef dat we niet alleen vanuit hart scheppen, maar ook instructies geven vanuit onze mind. En dit is waar wij voor gemaakt zijn. En daarom zijn we zo bang gemaakt om weg te blijven bij alles wat te maken heeft met extern. Daar liggen alle boetedoeningen op. Dus hier kunnen we heel wat mee doen. Het is een hele simpele, een hele eenvoudige oefening van ongelooflijk diepe betekenis. Dus als we de wereld werkelijk willen ondersteunen in de transitie, zullen we dus in het neutrale veld dienen te gaan staan. No fear. Just love. Ja, mooi. Ja. Nou, dus een mooie afronding, bijna 11 uur. He? Ja, fantastisch. Wil jij nog iets toevoegen? Nou, in ieder geval om mensen de volgende keer weer heel hartelijk uit te nodigen om ook hier in de studio aanwezig te zijn. De datum voor de volgende keer weet ik niet uit mijn hoofd, maar staat wel beneden deze video. En ja, ik vond het een hele fijne uitzending. Dus dank je wel weer. Ja, jij ook bedankt. Het publiek hier bedankt. En de mensen thuis bedankt. Ontzettend ja. Fijn. En laten we er allemaal op onze eigen wijze iets mee doen. Ja. En als je er niet iets mee wil doen, dat het ook helemaal oké is. Alles mag er zijn. Goed. Dank jullie wel. Dank jullie wel.